Ik denk dat het belang van SDGs voor bedrijven niet mag onderschat worden. Het biedt heel wat opportuniteiten voor bedrijven op het vlak van bijvoorbeeld energie-efficiëntie, op het vlak van de value chain, op het vlak van hoe dat je je organiseert. En tegelijkertijd kan het ook een soort employer branding zijn. Je kan je op die manier als bedrijf ook op de kaart zetten. Concrete acties moeten natuurlijk genomen worden, want anders gaan bedrijven het met de woorden uitleggen, maar niet met de daden. Zij kunnen dat dus doen door met lokale producenten afspraken te maken, geen kinderarbeid toe te passen en dergelijke dingen meer. En op die manier nogmaals het voorbeeld geven aan anderen, aan collega's die hun voorbeeld dan kunnen volgen. Het is gebleken dat bedrijven die veel investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook op lange termijn een betere winstratio hebben, betere resultaten boeken. En zij moeten dus daardoor partnerships aangaan met NGO's, met lokale vertegenwoordigers, maar zonder altijd hun eigenheid en hun winstgevend model te vergeten. De Sustainable Development Goals vormen voor steeds meer bedrijven en organisaties een leidraad om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, zowel binnen als buiten de bedrijfsmuren. Dat geldt in het bijzonder voor investeringsmaatschappij Bio, die via investeringen in ondernemingen armoede helpt terug te dringen in ontwikkelingslanden. Concreet betekent dat wij in onze investeringsprojecten op zoek gaan naar opportuniteiten om mensen te helpen aan werk, aan waardig werk en aan een goed inkomen. Industrialisering, de ontwikkeling van KMO's. We kijken ook naar mogelijkheden om infrastructuur te ontwikkelen, wegen, mobiliteit, toegang tot het internet. En in het algemeen zoeken wij naar mogelijkheden om de ongelijkheid te verminderen. Wij denken dat een echte duurzame ontwikkeling van een samenleving betekent dat alle mensen de mogelijkheid hebben, een kans hebben om via geld en inkomen zichzelf een beter leven te bezorgen. Investeerders in frontiermarkten vinden het belangrijk om door hun werk daadwerkelijk impact te genereren. Ook vermogensbeheerders zien bij hun klanten de vraag naar producten die beleggen in duurzame doelen toenemen. Er zijn meer en meer families die aandacht besteden aan duurzaam investeren. Truncus als vermogensbeheerder gaat sowieso ook in de beheerders of die zij selecteren. Er moet een zekere ethiek aanwezig zijn, niet alleen bij de managers zelf, maar ook in de fondsen of in de bedrijven waarin ze investeren. Maar er zijn meer en meer klanten die ook echt wel gaan voor impact investeren. Dus waar de investeringen echt wel een impact hebben op het maatschappelijk welzijn. Dat kan hier lokaal zijn, maar dat kan ook wereldwijd zijn. Door de toenemende vraag naar dergelijke investeringen maakt Bio werk van een nieuw fonds, het SDG Frontier Fund. Het is een fonds dat investeert in KMO's in Afrika en Azië. De doelstelling van dat fonds is een financiële return aan te bieden die marktconform is, maar tevens ook toespitst op het sociale impactgegeven lokaal in Afrika en Azië. Wat we uiteindelijk willen bereiken met het fonds is dat KMO's in Afrika en Azië effectief toegang krijgen tot financiële middelen om hen te ontwikkelen. Met hen willen we eigenlijk ervoor zorgen dat ze een soort best-in-class onderneming kunnen worden. Dat wil zeggen niet alleen op het financiële vlak, maar ook op het sociale vlak, het sociaal verantwoord ondernemen. Het investeringsfonds wil zo de Sustainable Development Goals samen met partners realiseren in de praktijk. Wel, de essentie van de Sustainable Development Goals is uiteindelijk de partnerships aan te gaan. Want zonder partnerships gaan we de Sustainable Development Goals tegen 2030 niet bereiken. We denken hierbij aan projecten met ondernemingen, maar ook aan het activeren en mobiliseren van financiële middelen. Financiële instellingen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen zijn essentieel om dat te bereiken.